Bij oud en nieuw hoort vuurwerk. Maar blijft dat zo? We gaan erover praten met Sjaak Rood. Hij is vuurwerkverkoper in Bergambacht. Hartelijk welkom bij ons in de uitzending. Hoe bent u zo ooit in het vuurwerk terechtgekomen? Nou, ik ben... Ik was zelf best wel een liefhebber van vuurwerk. En wij hebben op een gegeven moment zelf bij iemand een bunker hebben gebouwd. En toen raakte ik daar ook door enthousiast. En we hadden de gelegenheid en de ruimte. Dus je zei, ik bouw ook even een bunker. Dus dan hebben wij ook een bunker gebouwd. Ja. En hoe lang is dat geleden? Dat is 2006. Oké. Okay. Ja, dus we zitten er al een paar jaar in. Ja, dat kan ik wel zeggen. Ja. Ik zag ook op uw website staan van, joh, organiseer je een feestje. Dan kunnen wij even vuurwerk leveren. Dus ik dacht, levert u het hele jaar vuurwerk? Kan je het hele jaar vuurwerk bij u kopen? Ja, voor gelegenheden kunnen wij dus een show kunnen wij organiseren. Vuurwerkshow? Ja, een vuurwerkshow. Ja, worden vergunning, alles wordt daarvoor aangevraagd. En dan kunnen wij de hele boel regelen. Okay, dus u geeft de wensen en wij maken het spul klaar. Hartstikke mooi. En je hoeft zelf echt helemaal niks aan te betalen. Dan hoef je niks aan te doen en een klein beetje te betalen. En dan kan je een hele mooie vuurwerkshow gepresenteerd krijgen. Nooit geweten. Ja. Nee. En dat wordt denk ik ook een beetje de toekomst, of niet? Ja, daar ziet het wel naar uit. Kijk, de gemeente Krimpenerwaard heeft dus gezegd, nou, we mogen het nog 3 jaar doen en dan is het afgelopen. Dus ja, dan is dit misschien een oplossing. Ja, en zit daar nog een beetje handel in, zeg maar? Ja, nou, in het verleden hebben we dit soort dingen ook wel gedaan. En ja, het varieert van kleinschalig tot heel groot. En kijk, als mensen bij elkaar zitten en ze leggen een paar patiënten bij elkaar, dan kan je iets heel moois maken. Voor niet al te veel geld. Ja. Maar hoe vindt u dat nou, zeg maar? Want landelijk is het al besloten, knalvuurwerk mag helemaal niet meer. Nee. Nog wel siervuurwerk. Ja. En dan in de gemeente Krimpenerwaard dus over een paar jaar helemaal geen vuurwerk meer. Ja. Is het nog wel rendabel en leuk om te blijven doen, dat vuurwerk? Ja, het is nog steeds leuk om te blijven doen. En als ze het knalvuurwerk en alles eruit gedaan hebben. En de single shells, die hebben ze er dus uitgegooid. Daarvoor hebben ze de Romeinse kaarsen en de babypijltjes er al uitgegooid. En dat is puur voor de veiligheid. En daar staan wij ook voor. Kijk, we zitten niet op ongelukken te wachten. Nee. Plus, het mooiste vuurwerk wat we verkopen is het siervuurwerk. En dat is gewoon mooie handel. Ja. En je hebt een mooi stuk vuurwerk. En veilig. Ja. Maar toch wil de gemeente dan toch over 3 jaar echt alles vuurwerk weg hebben. Ja. Hoe staat u daar tegenover? Nou ja, goed, wij vinden dat natuurlijk vreselijk jammer. Ja, ten eerste is het natuurlijk het sfeertje wat je gaat missen. Ja, kijk, we kunnen natuurlijk op diverse plekken kunnen we een vuurwerkshow houden. Maar ja, goed, het hele gebeuren in de straat ben je kwijt. Ja. De gezelligheid. Kijk, en als iedereen er veilig mee omgaat, is er niks aan de hand. Nee. Ja, ik weet nog van vroeger, toen ik zelf ook nog vuurwerk afstak, dan had je wel eens van die leuke grapjassen. Die zaten dan met die pijltjes op je te schieten en zeiden, ja, daar ben je nooit zo blij van natuurlijk. Maar dat soort dingen moet je eigenlijk gewoon niet hebben natuurlijk. Daarom is dat verboden. Ja. Al die dingen die ze dus in de hand konden houden en wegschieten en alles, die zijn nu verboden. Ook het knalvuurwerk, wat sowieso voor de huisdieren niet prettig is. Wat ze gooien het naar de mensen toe en alles. Kijk, dat er nu uit is, nou ja, vind ik op zich een terechte zaak. Ja, we hadden het er net in het voorgesprek nog even over. Vorig jaar mocht helemaal geen vuurwerk. Nee. En toch werd er veel vuurwerk afgestoken. Dus is dat allemaal illegaal? Dat is allemaal illegaal. Alles wat er toen afgestoken werd is illegaal, want er werd landelijk niet verkocht. Nee. Dus, en je kan het toch gewoon bestellen en halen? Ja, dat is overal te krijgen. En dat is ook met al dat zware vuurwerk wat je hoort knallen, wat je nu al hoort. Ja, ik hoorde het onderweg hier naar de studio ook al. Daarom, dat is allemaal illegaal. En die verpesten eigenlijk de handel voor ons. Ja. Dat is jammer. Er is niks aan te doen. Daar is weinig aan te doen. Want je kan het gewoon zeg maar in het buitenland bestellen of je gaat het in het buitenland halen? Je kan het overal halen. En we hebben hier in Nederland heel veel Poolse werknemers. Die nemen heel graag een kofferbakje van mee naar Nederland om te verkopen. Okay. Dus ja, ik zit zelf in de bouw, her en der wordt het gewoon aangeboden. Ja. Ja, en als het een leuk prijs is, dan doen de mensen dat wel. Ja. Ja. Want zit daar nou veel verschil in kwaliteit in dat vuurwerk? Nou, kwaliteit zal wel meevallen, denk ik. Maar qua prijs natuurlijk wel. Je ziet de veiligheidstoestanden die wij hebben staan. Met een bunker, met een sprinkelinstallatie en een alarminstallatietoestanden. En de hele bunkers die wij nodig hebben. Of dat je natuurlijk een schuurtje vol hebt liggen. Levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk. En bij ons, nou ja, wij worden daarop gecontroleerd natuurlijk ook. En ieder jaar hebben wij onderhoud van onze bunker en inspectie. Ja, dat ding is op en top. En veilig. Maar ja, goed, dat zit ook een prijskaartje aan uiteraard. Ja.
Kijk, en als jij het gewoon in je schuurtje kan leggen en je kan het Zuidpolen vandaan halen... Of ja, dan kan je het vandaan halen, kopen dan, natuurlijk. Ja, ja. Dat is een heel ander verhaal. Ja. En nou ja, nou wordt het waarschijnlijk dan in de toekomst alleen nog maar vuurwerkshows. Is daar nog een beetje handel in? U doet het nu al natuurlijk, nou, maar ja. Denkt u dat daar een opleving in komt? Daar zal best wel een beetje opleving in komen. Kijk, de gemeentes ja, die zijn van plan dus om... her en der vuurwerkshows te gaan houden. Dus ja. daar komt er natuurlijk wel het een en ander van los. Dat denk ik wel. Okay. En is het dan zo dat u zegt, nou, ik ga eens even met de gemeente praten, want ik wil ze graag helpen? Ja, nou ja, daar zijn wij wel van plan. Dat is ook de reden dat wij dit naar buiten hebben gebracht, dat we dit soort dingen dus organiseren. Ja. Dus ja, dat denk ik wel. Als consumentenvuurwerk verboden wordt, dan zal dat een alternatief wezen. Bij DSLF deden we altijd al een vuurwerkshow geven, als voorbereiding op de verkoop. Maar ja goed, dat mag niet meer van de gemeente, omdat het puur voor de verkoop van het vuurwerk is. Ja. Dus dat hebben ze verboden, dus dat mag niet meer. En hoe is het nou zo? Gaat u nou elk jaar naar China om even te kijken wat het nieuw is? Nee, gaat het allemaal online? Nee, dat doet de groothandel voor ons. Die gaan ieder jaar, in januari gaan ze alweer naar China. En om nieuwe dingen te... Want is er ook ieder jaar weer wat nieuws? Ja, ieder jaar hebben we nieuwe dingen in onze collectie. Ieder jaar. Ze verzinnen iedere keer weer wat? Ja, er zijn altijd wel producten die weer terugkomen, maar er zitten altijd weer nieuwe producten bij. En dat is hoofdzakelijk op het siervuurwerk. En als ik het assortiment zie, wat wij dus verkopen, dan zitten er heel mooie dingen bij. En nou, redelijk betaalbaar. Ja, we gaan het zien met oud en nieuw, want ja. Je weet, we leven in een onzekere tijd. Het is, en je weet niet hoe het allemaal gaat natuurlijk. Maar ja. Nou, een beetje zuurwerk is misschien toch wel leuk. Ja, hè? Denk het wel. Ja. Nou, Sjaco Rood, hartelijk dank dat je in de studio was. En heel veel succes. En laten we hopen dat het allemaal wel goed gaat.